Hallo vrienden, familie, Maurits hier vanuit Kuala Lumpur met een kleine rondleiding door mijn kamer. Het is hier nu vrijdagochtend en ik ben me aan het klaarmaken om naar het werk te gaan. Zoals jullie kunnen zien, het is al helemaal licht buiten. Ik kom een beetje slecht op de camera, maar dit is Kuala Lumpur vanuit mijn kamer. Op de achtergrond kunnen jullie misschien de Menara KL zien, de radiotoren. En de Petronas torens. Mijn werk is in de gebouwen achter deze hoge gebouwen. Dus daar gaan we zo naartoe met het treintje. Dat kunnen jullie hier zien. Hier ligt de rails. Nou, mijn kamer. Een lekkere bed. Slaapt echt super. Wat water ernaast. Telefoon en wat leesmateriaal. Een lekkere stoel om eventjes in te chillen. Hier een mooi bureautje met wat leesmateriaal en voor Hendrik eventjes de doos van mijn nieuwe telefoon. Ik heb dus gisteravond nog wat gewerkt, dus daar hoort natuurlijk een kopje koffie bij. Die heb ik hier beneden gehaald bij de San Francisco's. Televisie, onder de televisie zit een kastje met een kleine koelkast. Nou, daar heb ik natuurlijk wat bier en wat fris in. Hartstikke lekker. Dan gaan we nu naar de kledingkast. Die is leeg, want die gebruik ik verder niet. En dan zijn we aanbeland in de badkamer, toilet. Hier kan ik heerlijk scheren. Hebben ze allerlei dingetjes. Wat is het? Een doosje met naaimateriaal, shower cap, shaving kit, toothbrush. Cotton bud, zeep, shampoo. Nou ja, mijn eigen dingetjes. En dit is helemaal geweldig. Een enorme douche. Daar kan ik echt heerlijk onder douchen. Nou, dat is het. Allemaal de groeten. En tot gauw. Doei doei.